Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Vandaag is het koud, zo verschrikkelijk. Maar ja, ja jij met je ideeën, ik vind het echt... Ja? Hoep, ja. Het ziet zo gebeuren, hè? Kijk, jezus. Nee. Het is echt te koud, man. We gaan bewegen. We gaan lekker bewegen. En we gaan een hoop leuke dingen proberen te vinden. De meeste muntjes binnen. Ja, het is een kale duit. Helaas, pindakaas. Maar ja, wie het kleine niet eet, is het grote niet weet. Nou, volgens mij komt zelfs het zonnetje een beetje door. Ik heb hier een coinbal. Het is een gordijnringenbal. Ja, dat kan natuurlijk ook. Een gordijnringetje. Nou, exact weten wat het is, doe ik niet, maar het is in ieder geval wel een bepaalde vorm gemaakt. Dus het zal wel ergens voor gebruikt zijn. Er zit een gat in het midden. Maar als jullie het nou weten, laat het even achter in de reacties, dan weet ik het daarna ook. Soms kunnen we elkaar helpen. Ik soms jullie, jullie soms mij. Ik vind het wel leuk als jullie ook reacties achterlaten. Ik lees ze in ieder geval allemaal. Ja. Kijk eens even, een tinnen rijder. Even kijken of ik dat een beetje beter in beeld kan brengen. Het is een tinnen rijder. Nou, zo noem ik het nu maar even. Het is een tin plakje en er staat een ruiter op. Aan de andere kant staan wel wat tekst, maar dat kan ik nu niet lezen. Maar die is wel heel erg leuk. Ik zou er bijna een eendenfluitje voor aanschaffen. Klein, jij hebt gewoon een eendenfluitje. Ja, tuurlijk. Gerrit, hoef ik niet, maar die eendenfluit die moet ik hebben. Hier, kijk eens. Gaat er geen dag voorbij zonder een kasknopje. Ja, echt hele bijzondere vondsten komen er nog niet uit, maar kasknopje is natuurlijk op zich wel leuk. Dus ik laat hem jullie toch even zien. Mooi wapen erop. En aan de andere kant de kruisjes. De L-maten. Ja, het is wel weer een leuk zegelloodje, accijnsloodje, makersloodje. Diep in de stilte is hij het ontfrutselen wat er op zijn munt staat. Weet je wat erop staat? Koud. Koud. Koud op koud. Zo, dat is nog eens een putdeksel. Ik denk dat het de onderkant van een kazenkandelaar is. Gok ik zomaar. Daar kwam ik binnen, jongen. Strakke 90, maar keihard. Nou, leuk. Kan ik de rest van de dag meetillen. Ik heb hem er nog niet uitgehaald, maar ik ga mijn handschoen even uitdoen. Oh, ik hoop zo dat het zilver is en geen lood. Dat kan je heel moeilijk zien als je dat hier graaft. Maar ik hoop zo dat dit een zilveren munt is. Ik denk haast... Ja! Ah. Zilver? Yes! Zilveren rijderschelling. Ja! Een zilveren rijderschelling. We hebben er weer een. Kijk eens even hoe prachtig die is. Zo, die is heel vet. Super gaaf. Heel blij mee. En het leuke is, je klapt je kluit om en dan zie je hem leggen. Want daar lag hij. En dan, ja, dat gevoel dat heb je dan meteen. Hè? Denk je meteen van bam, dat is hem.
Dus je rent naar je camera en dan doe je eigenlijk een huppeltje onderweg. Dus je enthousiasme is al wat gezakt voordat ik ga filmen. Maar dat is echt zo leuk. Dat blijft zo leuk dit. Stukje lood. Buitenring van de zakhorloge. Ja, niet heel bijzonder. Ik ren net over het veld heen en ik roep, nee, nee, weer een. Zien jullie hem leggen? Nou, of het een zilveren rijder is, weet ik niet, maar het is in ieder geval een zilveren munt. Nee, heel dun. Nee, hij is nog mooier. Dit is, oh. Ik denk een rozenschelling. Of een arend. Het is een arendschelling. Ja. Het is een arendschelling. Heel gaaf. Heel gaaf. Oh, dat vind ik zo gaaf. Oh. Ik kan me niet meer schelen dat het koud is. Ik vind het gewoon warm. Ja, ik krijg het er ook warm van. Oh, kijk eens even. Heel gaaf. Kijk, dit zocht ik. Pijpkopje. Ze hebben hier een soort graafwerkzaamheden gehad. Best diep. En dat is een beetje naar boven gekomen. Dus nu proberen we een beetje de snoepjes eruit te halen. Dit loopt helemaal door. Dit loopt echt heel lang door. Dus echt zo'n hele brede strook. En wat ik er net tussenuit pik is deze zilveren ring. Een zilveren ring. Helemaal een gruzelementen. En heel dun. Maar het is wel een zilveren ring. Wat heb je? Een stukje lepel. Een stukje lepel? Een stukje lepel. Of een stukje vork? Nee, een stukje lepel. Nee, dat weet je toch niet? Jawel. Het uiteinde is er toch vanaf? Staat het toch op? Staat de lepel op? Ja. Oh, ja, dan is het een stukje lepel. Gaat je echt leeg? Nooit. Kijk, Loontje. Er ligt nog een munt naast ook. Er ligt er nog een munt naast ook? Ja, hier. Een lepel en een munt. Dit is het wel. Ja? Ja. Hoe is de kroop? Nee, is een munt. Een ja, dan moet het wel een lepel zijn geweest als er een munt bij ligt. Als er een munt bij ligt, dan moet het een lepel geweest zijn. Dat kan niet anders. Ja. En met deze laatste vondst van Glenn zijn ik heb zo koude mond dat ik niet eens met normaal kan praten. Met deze laatste vondst van Glenn zijn we aan het einde gekomen van de video. Vergeet alsjeblieft niet te abonneren. Kunnen ze dan nog vergeten? Ja. Dat vergeet je toch niet? Gewoon drukken. Druk hem in. 40% van de kijkers zijn niet geabonneerd. Ja, maar dat is een leuke video, dat vergeet je toch niet? Ja, nou ja. Doe het dan alsnog maar even. Daar heb ik helemaal niks meer van, hoor. Dat is jammer. Willen jullie weten wat Glenn allemaal gevonden heeft en hoe zijn dag was? Check eventjes All Day MD. Voor nu, bedankt voor het kijken. Tot volgende keer.